Bij de flat Groeneveen in Zuidoost is vannacht weer geschoten. Een woning op de begane grond was het doelwit. In de ruit zaten 2 kogelgaten. Zaterdagnacht werd de flat ook al onder vuur genomen. Maar liefst 8 kogels doorzeefden de ramen van een portiek en 3 kogels daarvan vlogen door het raam van een woning. Omwonenden vertellen dat de bewoners van de 2 beschoten woningen familie van elkaar zijn. Nou, het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Absoluut, meneer. Absoluut. En als je naar de hoogte kijkt, dan schrik je natuurlijk. Hè? Ja. Is mensenhoogte. Je weet niet in welke hoek je moet zoeken en welke hoek je moet denken. Maar dat is niet fijn dat dit in een woongebied gebeurt, waar er zoveel kinderen en oudere mensen rondlopen. Eergisteravond hoorde ik nog 7 schoten hier zo, met die flat. En gisteren zag ik er weer 2, hoorde ik er weer 2. Dus ik sliep heel lekker, toen hoorde ik gewoon pieuw, 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 die schoten. Daarvoor hoor ik dacht eerst dat het vuurwerk was en blijkbaar was het schoten. Ja, en wat doet dat met je? Nou, ik was heel geschrokken. Nou, jullie wonen 2 etages erboven. Ja. Ja, wat ligt hierachter? 2 nachten op rij. Ja, ik snap het ook niet. Misschien hebben die Dominicanen wat gedaan, wat ze niet mochten doen. Hebben mensen blijkbaar wraak genomen. Het ligt eraan wat is de reden daarvan. Ja. En niemand heeft natuurlijk ook het recht dat te doen, voor welke reden dan ook. Maar soms zitten er ook rare dingen erachter. En dat moet de politie gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk is gebeurd of wat de aanleiding daartoe was. Maar maakt het u angstig? Ik woon zo lang in de Bijlmer, ik ben het een en ander al gewend. Want dat is ook wel angstig toch, dat u het gewend bent, de schietpartijen? Ja, maar je probeert zo voorzichtig mogelijk te zijn. En dan, als het gebeurt, dan heb je dan ook geen keus. Het is niet fijn. En het komt dichterbij. Een paar dagen geleden was het ergens bij de boerderij in Zuidoost. En je maakt je toch druk, je kent de mensen en kogels kunnen alle kanten op vliegen. Maar meneer, als u dit zo ziet, wat denkt u dan? Ja, ik denk niks, want dat zijn dingen, dat zijn normaal toch. Misschien hebben ze hun wapen getest. Huh? U vindt het normaal? Ja, voor mij is het normaal, joh. Ja. Het is normaal hier toch. Ik wil het gewoon stopt. Ik wil gewoon slaap hebben, mijn nachtrust. Ik heb andere dingen te doen in mijn leven. De politie heeft de zaak in onderzoek en uiteraard wordt ook onderzocht of er een verband is tussen de 2 schietincidenten bij de flat Groeneveen.